Scheepswerven krijgen regelmatig opdracht om schepen te verlengen. Maar nu heeft de reparatiewerf Shipdock in Harlingen een opdracht om een coaster met 13 meter in te korten. Het schip was 82 meter lang en wordt dus 69 meter. Daarbij wordt het omgebouwd tot visvoerschip. Een klus van 3 miljoen euro. De ingekorte coaster, die in 1999 door scheepswerf Damen in Burgum werd gebouwd, wordt door de Noorse rederij IJsvaag ingezet voor de zalmkwekerijen in de fjorden. Frank Seijnen van Shipdock in Harlingen. Frank, dat komt niet vaak voor, een schip wat korter gemaakt wordt. Nee, inderdaad. De meeste keer is het dat men er een stukje bij wil hebben om meer lading mee te kunnen nemen, maar daar is deze keer geen sprake van. Waarom verkleinen van dit schip? Dit schip gaat varen bij de viskwekerijen in Noorwegen. En de viskwekerijen zijn redelijk kleine pontons. Daarnaast liggen ze vaak in posities waar weinig manoeuvreerbaarheid mogelijk is. Deze schepen worden ingekort om ze beter manoeuvreerbaar te maken langszij de viskwekerijen. Die fjorden die hebben een bepaalde gebrek aan ruimte, maar ook bij die viskwekerijen dus? Ja, als ze met meer dan 80 meter, wat die oorspronkelijk was, bij opzij gaan liggen, dan heb je inderdaad kans als de wind wat aantrekt of andere weersomstandigheden, dat ze het schip niet in bedwang kunnen houden. En dan is het voordeliger als ze wat korter zijn. Er staat in eentje verderop die sectie die jullie ertussen uitgehaald hebben, maar ik begrijp dat het veel is wat jullie na de verkleining gaan doen, wat belangrijk is. Ja, we gaan hier 64 verticale tanks inbouwen. Waarmee de rederij visvoer gaat vervoeren van de visvoerfabriek naar de diverse viskwekerijen. En die 64 tanks die zijn ervoor gemaakt om diverse soorten te kunnen vervoeren. Want in totaal zijn er wel 200 soorten visvoer. En ze kunnen dan na een gelangde bestelling van de klant kunnen ze dat distribueren langs de viskwekerijen. Wat maakte het mogelijk dat jullie het gingen bouwen? Want je hebt hem heel snel gekregen, deze orde. Ja, het was op de markt en er waren Nederlandse bedrijven al meer dan een jaar mee bezig. En er waren een aantal partijen die haakten af. En ze waren ook bij Poolse werven aan het informeren geweest. Maar eigenlijk trok iedereen een beetje zijn handen ervan af op het laatst. En toen waren ze naastig op zoek naar een partner. Ja, en dat wij dan niet op de eerste plek kwamen, maar even een paar stappen later. Nou ja, goed, dat is dan zo. Maar we zijn er wel op ingesprongen en we hebben er een leuk begin mee dit jaar. Maar is dit nou een enge klus, omdat al die anderen zich ervan terugtrokken? Nee, maar je bent wel veel afhankelijk van derden. Van mensen die spullen aan moeten leveren. En ik weet eigenlijk ook niet precies waarom bepaalde mensen zich teruggetrokken hebben. Er zijn bij diverse werven meerdere redenen. Ook een overschot aan ander werk wat ze kregen. Er zijn meerdere redenen. Maar... Hebben jullie een beetje een knappe portefeuille? Ja, het is bij ons vrij korte termijn planning, maar vooralsnog de eerste 3-4 maanden zitten we vol. Dat is voor reparatie toch behoorlijk.